Dag guys, welkom bij de video. Vandaag gaan kijken op Richard Jewell. Daar zijn we weer aangekomen bij een van mijn zwakke punten. Waar je wordt de verhalen die je fucking dicht bij het hart gaan liggen. Dingen die te maken hebben met oneerlijkheid, met media, met mensen die gewoon fucking slecht en ziek in hun kop zijn. Oh my god, ik weet nog toen ik vorig jaar ergens ontdekte dat Richard Jewell verfilmd werd. Ze wist nog niet eens wie Richard Jewell eigenlijk was, want het verhaal was me niet bekend. Maar het leek wel heel interessant aan de trailer. Gewoon alleen al het spannende stukje in de trailer van There's a bomb in Centennial Park, you've got 30 minutes. Damn. Wanneer dat moet herhalen? Damn. Ik heb zelden zulke spanning gevoeld al bij een trailer, dus ik was immens benieuwd naar deze film. Heb hem gezien en mijn verwachtingen zijn ingelost. Holy shit, wat een goede film. Helaas draait hij niet in alle Belgische bioscopen, draait hij alleen in Select, waarschijnlijk bijna alleen bij de Kinepolis draait hij. Dus, het is een dure geste om er naar te gaan kijken, maar hij is het wel volledig waard. Richard Jewell is een feest voor mijn ogen en het was echt een perfecte belevenis. Het is misschien wel... Nee, het is niet de meest perfecte film van 2020. Lang niet. Ik heb gisteren The Lighthouse gezien. What the fuck? Dat gevoel krijg ik nooit meer terug. Mr. Jewell, did you plant a bomb in Centennial Park? Oh, amazing grace. Jewell fits the profile of the lone bomber. The false hero. I did my job and people are alive because of that. That saved us. You set that bomb! Richard, you've ruined this man's life. Like me. You ready to start fighting back? Richard Jewell is het waargebeurde verhaal rond Richard Jewell. De man die honderden levens redde en ervoor beschuldigd werd. In de film zie je echt extreem goed de impact van een gokje en een leugen die je maakt. En het neemt je volledig erin mee. Wij als kijker weten wat Richard Jewell voor een held eigenlijk is. Maar omdat de media geen verdachte weet aan te duiden... Gaan ze maar gewoon op het profiel van de... Ik ben de naam kwijt. Af. De man die ik zoek, van het profiel wat ik zoek, is eigenlijk gewoon de held die een held is. Door eigenlijk de bom zelf geplaatst te hebben. Om dan de held te kunnen zijn door de bom te gaan aangeven. En niet zeggende dat hij de bom heeft gelegd. Een beetje de crimineel die een held moet zijn. Ik weet het naam van het profiel niet meer, maar mensen stempelen hem in de film daarop af. En dat zendt alles in gang. En de FBI doet erin mee en de media doet erin mee. Oké, verder dan dat. Het is echt heartbreaking om te zien en immens goed verteld. Verhaal 175 op 200. Richard Jewell is een extreem goed geschreven personage. Net als zijn moeder, zijn advocaat en zijn vrienden. De pers is vooral irritant, maar dat hoort zo. En de FBI reageert naar mijn mening vrij vreemd. Maar dat is duidelijk de bedoeling van het verhaal, dus great job. Personages 180 op 200. De film is goed gepaced, vrij mooi geëdit en heeft vrij mooie cinematografische beelden. Good job. Pacing en designing 135 op 150. Ik kende het verhaal niet, dus over het algemeen was het vrij surprising. Maar toch kon ik wel enkele dingen achterhalen met gewoon de gebeurtenissen in de film. Het is... Soms nogal een beetje cinematic cliché gemaakt. Prizemunt 65 op 100. Kathy Bates heeft deze Oscar-nominatie verdiend. Het is jammer dat ze niet gewonnen heeft, maar ik vond de winnares ook wel goed. En dan heb je ook nog Paul Walter en Sam Rockwell en dat zij een Oscar-nominatie hebben gekregen. Fuck dat. Zij waren echt geweldig in deze film. Acting 140 op 150. De critics waren ook wel blij met deze film en geven hem een 68 op 100. Ik denk dat het duidelijk is, ik ben het er niet mee eens, ik geef hem een 40 op 50. Net als op Letterboxd geef ik ook 4 sterren, maar ook een hartje, 45 op 50. Dat brengt de totaalscore van Richard Jewell uit op een 848 op 1000, oftewel een 8,5 op 10. Heb jij Richard Jewell nou gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments beneden. Ik zal je graag terug in een volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.